Amerika de Brazilian Ring en dan ook de Skewers 105 gebruiken voor deze zalm die ik in zijn geheel ga garen. Ik maak achteraan de staart een kleine inkeping om er makkelijker in te geraken en dan langs de rugzijde onder de graat door laat ik voorzichtig, zonder het vlees al te veel te kwetsen, de skewer. En ik wil hem graag hier op het einde langs het hoofd doen uitkomen. Het is perfect gelukt om straks te garen. Ik wil dat mijn zalm mi-cui is, dus niet helemaal doorgegaard, dat hij lekker sappig is. Finishing touch, wijnolie.